Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video hebben we deel 3 van de chakras. Als je de eerste twee video's nog niet hebt gezien, dat geeft niet. Je mag ze loskijken, maar als je meer wilt weten over alle chakras, dan zou ik die eerst even kijken. In deze video ga ik het hebben over de spirituele of de hogere chakras. Oftewel de dingen. Je hebt natuurlijk fysieke chakras die echt voor emoties en dat soort dingen, echt de dingen die we voelen. En de spirituele chakras zijn de dingen hoe we denken. Dus welkom in deel 3 van de chakras. De eerste chakra, althans de vijfde eigenlijk, maar de eerste van deze video, is de keel chakra. Deze chakra trilt 741 hertz of 384. Het staat bekend als ik spreek of ik luister, wat ik altijd noem ik communiceer. Hè? En ook het begrijpen van communicatie. De plaats is in de keel, het is de schildklier en de bijschildklier. Het lichaamdelen is de keel, de longen, de hals, de oren. Ja, de slokdarm, het gehoor, de mond, stembanden, eigenlijk alles wat met spreken en luisteren te maken heeft. Psychische functies zijn communicatie, zelfexpressie en helderhorendheid. Dus als deze geopend zijn is dat. Het element is ether en ik heb ook een link achtergelaten van wat dit betekent. De kleur is blauw, maar mag ook zilverkleurig zijn. Waardoor wordt deze chakra geblokkeerd? Natuurlijk, communicatie, leugens, dat wordt dus de eerste waardoor het wordt geblokkeerd. Misverstanden, het niet uiten van emoties. Of het idee hebben dat het niet kan, dat heb ik achtergezet. Dus het idee hebben dat ik het niet kan, dus als jij, je bent ergens en je wordt ergens boos om. Ik zeg altijd, boosheid lost natuurlijk niet op, maar op het moment dat je die emotie voelt opbloeien, gooi het er wel even uit. Dat is wel even belangrijk, want als je het anders ga je het vasthouden en dat creëert dus blokkades. Dus het idee hebben dat het niet kan, is dit. Het wegdrukken van emoties, gevoelens, nou, dat heb ik eigenlijk een beetje. Het niet jezelf durven uiten en het afhankelijk zijn van anderen. De symptomen. De symptomen zijn keelpijn, stotteren en schildklierproblemen. Ja, dat spreekt allemaal voor zich. Dus het komt door een blokkade en dan heb je die symptomen. Als je geen last hebt van deze symptomen, dan werkt deze chakra wel. Positieve gedachtes. Ik creëer mijn realiteit met wat ik zeg en hoe ik luister. Met welke intentie, achterliggende gedachten, luister jij of spreek jij? Dus het gaat niet zozeer om de woorden die je gebruikt, maar hoe je de woorden gebruikt. Ik geef mezelf de ruimte om mijn creatieve energie te uiten. Ik durf te zijn wie ik ben. Ik spreek of ik luister met liefde. Ja, we hebben toen net de hartchakra gehad. En daar moet je natuurlijk ook vanuit spreken. De edelstenen die voor je kunnen gebruiken. Degene die mij uit dit lijstje aantrekken zijn blauwe fluoriet en een luipaard jaspis. Ja, dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk, zeg ik elke keer weer. Kies je eigen dingen uit. Tips die je kan geven, eet veel vitamine D. Deze chakra regelt jouw vermoeidheidshormonen. Deze chakra stabiliseert jouw vier elementen. Als één van de chakra's niet in balans is, ga je dat op deze chakra merken. Dus belangrijk dat je de andere chakra's ook balanceert. Dan komen we bij het derde oogchakra. Die... Ja, ik vind heel veel dat het op 963 hertz vibreert, maar dat is het kruin dus ook. Dus ik heb nog een site gevonden, die staat helemaal onderaan de beschrijving. En daar gaan weer andere frequenties. Dus het is een beetje heel erg oneenigheid op het internet over. Dus neem dat niet van mij aan. Ik heb alleen maar informatie verzameld. De plaats van de chakra is het voorhoofd. Het is wel eens de lengte vanaf onder je kin tot onder je neus en dan die erbovenuit. Zo simpel.
daar zo zit hij. Voor ieder mens is het net even anders. Het systeem dat ervoor verantwoordelijk is, de hypothalamus en de hypofyse. De lichaamsorganen zijn het zenuwstelsel en de hypothalamus, dus dat is hetzelfde. Zintuig, het derde oog. En de zesde zintuig, psychische functie. Het intuïtief systeem, zetel van de wil en van helderziendheid. Element, ik heb het gezegd, maar dat is mijn invulling, is intuïtie. Het stond niet op de site die ik gebruik heb, maar dat is de zesde engel of de zesde zintuig. De kleur is indigo, transparant, indigo blauw. En het metaal wat eraan verbonden is, is zilver. Echt, blokkades van deze chakra zijn heel lastig te vinden op internet. Dus ik heb een beetje wat hier en daar weggeplukt. De eerste blokkade die ik heb gevonden is weinig kennis. Ja, dat is logisch. Eigenlijk ergens, als je weinig kennis hebt, dan heb je vaak blokkades in het leven. Het tweede wat ik kon vinden was de illusie. Daar heb je mij vaak over horen praten. Maar wat is de illusie? Daar ga ik nog een aparte video over doen. Dus weinig fantasie, dat is een mijningeving. Fantasie wordt echt gecreëerd in ons derde oog. Of inbeeldingsvermogen, noemen ze met een mooi woord. Fantaseren, dat is wat je als kind graag deed. En eigenlijk verleerd doordat je ouder wordt. Maar het is zo belangrijk voor je derde oog. En je derde oog is ook belangrijk voor je dromen. Dus blokkades zijn weinig. Dus als jij weinig fantaseert, dat is voor jou een blokkade. Waardoor jij ook minder visueel ingesteld kan zijn. Hè? Dus als jij weinig met je derde oog hebt gewerkt, dan ben je ook minder visueel ingesteld. Symptomen kunnen zijn hoofdpijn, visuele problemen, zoals ik zei. Hè? Dus last hebben van de visuele zaken. En geen motiverende gedachtes. Dat is wat ik zelf heb ingevuld. Wat ik denk dat het is. Dus als je geen gemotiveerde gedachtes hebt, wat zijn motiverende gedachtes? Ik heb daar ook nog een video over gaan maken of gemaakt eigenlijk. Maar die moet nog komen. Ik heb hem wel al gemaakt, maar die moet ik editen. Ik wil eerst de chakras even afmaken. Dus die komt nog. En dan leg ik dat even beter uit. De positieve gedachtes die je kan hebben. Ik accepteer mezelf. Ik ben goed zoals ik ben. Ja, dat heb je in de hartchakra heb je het ook een beetje gehad. Hart en alles het bovenste chakra's. En de hartchakra hebben best wel veel aan met elkaar te maken. Er zijn een paar specifieke dingetjes. Dus ik ga misschien wat in deze video hier en daar wat herhalen. De wereld is mijn illusie. Dus hoe jij je realiteit creëert is wat jij als de wereld ziet. En dat is wat jij hebt gecreëerd. Dus niet de waarheid. Alhoewel het wel jouw waarheid is. Maar goed. Ik heb die een beetje zelf ingevuld. Ik heb hier en daar wat puntjes van het internet afgehaald wat ik heb gezien. Ik kan ook niet een hele duidelijke positieve gedachten erover vinden. Ik heb controle over mijn gedachten. En mijn gedachten zijn mijn sterkste wapen. Met onze gedachten, hoe wij over dingen nadenken, hoe wij relativeren of beredeneren. Daar zit onze kracht als mens. Daardoor kunnen wij beleven. En vandaar dus dat ik dit puntje er ook bij heb gezet. De edelstenen, nou ja, voor mij is het de amethyst. Saffier vind ik ook een mooie steen. Dus ja, zoals ik weer heb gaan zeggen, kies er zelf eentje uit die bij jou past. Tips, meer mediteren. Ja, dat is logisch. Mediteren is sowieso belangrijk. Beeld de kleur indigo blauw of indigo in. Of eet indigo kleuren, zoals druiven, pruimen. Nou, ik ga nog een aparte video erover doen. Orms, daar heb ik een hele video over gedaan, over orms. Een heleboel video's over gemaakt, 4 wel. Maar deel 3, die zet ik je ook hier even onder. Want die is voor mij heel duidelijk van wat is het, wat doet het met je. De positieve kanten, maar ook het decalciferen van de pijnappelklier, de hypofyse en de pijnappelklier, waardoor je die verbinding weer versterkt. En de laatste, de zevende chakra. Deze chakra is de kruinchakra. Zit die in de kruin? Nee, eigenlijk niet. Die zit er eigenlijk net boven de energie. Het heeft
de pijnappelklier als klier. De organen, het oogste gedeelte van de hersenen en het rechte oog. Waarom rechte oog, dat weet ik nog wel aan uitzoeken. Zintuig, onze cosmetische verbinding. De verbinding met de hogere zelf. Het element is wijsheid, is ook iets wat ik zelf heb ingevuld. De kleur is violet of wit. Violet kunnen we natuurlijk uit de regenboog, de laatste kleur. Wit is alle kleuren. De zon is ook wit. En dat is wel een leuk weetje. De kleur violet bewerkstelt een transformatie van de geest en ziel en opent spirituele dimensies. En de metaal is natuurlijk goud. En daarom is het Orms video zo belangrijk. Want daar heb ik het ook over monoatomic goud. Monoatomic zilver, zodat je dat als mineralen toe kan dienen. En dat weer in je lichaam hebt, zodat je weer spiritueler kan groeien. Ik denk dat dit wel de moeilijkste chakra was om te vinden wat het nou echt blokkeert. Dus ik heb een beetje het zelf in moeten vullen. Wat voor mij blokkades leken, was de verbinding met de cosmetische energie kwijt. Oftewel de verbinding met God. Dat is het enige wat ik ervan kon vinden. De volgende zijn claustrofobie en straatvrees. Maar dat zijn voor mij meer symptomen. Maar ik heb het bij blokkades gezet. Want ja, als je dit dus bij jezelf herkent, dan is jouw kraanchakra geblokkeerd. Symptomen zijn jezelf leeg voelen, gebrek aan energie, last van de rug, slecht slapen, of slecht slaapspatroon, of rare dromen. Dat heeft ook met je pijnappelklier en je hypofyse te maken. Dus dit zijn de symptomen. Ook niet heel veel over te vinden. Althans, heel veel hetzelfde en alleen maar deze vier punten. Dus sorry dat ik heel weinig informatie over kan verstrekken. Positieve gedachten die je kunt hebben. Ik sta in verbinding met God of het heelal. Het is met wat je zelf prettig vindt. En het woord heelal zit het woord heel in en het woord al. Dus ik ben in verbinding met het heel en het al. Het hele universum. Het materialistische leven is tijdelijk. Dat is ook een belangrijk punt om het te openen van je kraanchakra. Dat je gaat zien van hé, alles is hier maar tijdelijk. Dan mag je natuurlijk waarderen tegelijkertijd. Hè? Je moet natuurlijk kunnen waarderen dat het tijdelijk is. Dat is even belangrijk. Maar aan de andere kant moet je ook realistisch blijven en ook zien dat het tijdelijk is. Dat je er niet te veel waarde aan hecht. Of emotionele waarde. Laat ik het zo maar even zeggen. Edelstenen bij deze chakra zijn aardig overeen met die van het derde oog. Maar welke bergkristal is iets wat mij aantrekt en de sneeuw. Quartz, ja. Dat zijn twee stenen die mij best wel aantrekken. Die zijn allebei wit. Tips die ik jullie kan geven. Stil zijn. Waarom stil zijn? Als jij heel erg aan het praten bent of aan het denken bent, hoe kan je dan ooit naar God luisteren? Dus stil zijn is heel belangrijk om jezelf weer te verbinden met het heelal. Ja, ik heb weer tips. Het is de verbinding met het geheel. Het heel en het al. Probeer problemen bij jezelf te zoeken. Dat is ook iets voor je kruinchakra. Het is het meest moeilijke wat je kan doen. Vaak zoek je het altijd buiten jezelf. Maar uiteindelijk ben jij degene die oordeelt of veroordeelt. Dus problemen liggen altijd bij jezelf. Mediteren, alweer. Mediteren is heel belangrijk. Het is een deeltje stil zijn natuurlijk. Dus en zoek de natuur op. De natuur heeft de kosmetische energieverbinding. Bomen zijn een perfect voorbeeld. Die hebben wortels in de aarde. En die hoge bomen in de lucht. Waardoor ze kosmetische energie kunnen omzetten van positief naar negatief. Zodat de aarde weer negatief geladen wordt. Ja, dit is ook belangrijk. Positieve en negatieve energie moet in balans zijn. Anders word je ziek. Dus aarde is heel belangrijk voor je kruin. Want het is een doorstromende energie. Mediteren in de natuur is dan de beste manier. Hier heb ik alle 7 chakra's behandeld wat het blokkeert. In hoeverre ik dat kon. Wat informatieverstrekking en mijn eigen informatie. Dus ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als jullie deze video's leuk vonden, laat even een duimpje achter. En abonneer even op meer video's. Of
gewoon om mij te helpen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Bedankt voor het kijken. Blijf mentaal fit. Dat betekent ook een beetje kennis opdoen over chakras. Het zijn niet zozeer spirituele dingen, maar dit zijn echt kennisdingen. Zodat je jezelf leert kennen, wat je jezelf bent, wat je jezelf voorstelt als mens. Bedankt voor het kijken. Tot in de volgende video. Peace.